bij een nieuwe video en welkom terug bij GTA 5 Races. En we gaan dit echt weer een beetje een vast dingetje maken, jongens. Ik wil echt weer meer GTA Races gaan doen. We gaan het sowieso elke vrijdag streamen op Twitch. Dus wil je meedoen in de streams, dan kan je dat vrijdag doen. En door de week wil ik wat meer van die video's opnemen, zoals deze. En ik heb net serieus deze playlist al gestart. Alleen, ik kon toen nog geen auto kiezen. De race startte direct, dus dat is een beetje fucked. Dus dit is de poging 2. En de Wagner is volgens mij de beste auto, right? What the fuck is dit? Oh, klik. Continue. Echt, ik ben echt zo vaak lost in deze game. Omdat ik het gewoon te weinig speel. Dat ik gewoon niet meer weet hoe het allemaal werkt. Maar ja. We gaan kijken of we kunnen binnen vandaag. Het zal waarschijnlijk niet zo zijn. Want ik ben bij lange na niet meer zoals ik vroeger was. Dus ik hoop er geen laatste wordt. Laten we het daarop houden. Don't try this at home. Dit is een non-contact race. Dat blijft altijd een beetje een dingetje. Of ik non-contact wil doen of contact. Want ja, sommige races kun je gewoon niet in contact doen. Dat verpest alles. Deze race had in principe wel gekund, volgens mij. Deze race is niet zo'n probleem, maar we kijken wel. Ik hoop op het beste. Ik vind zelf contact races het leukste. Maar het ding zit hem... Oh. Het ding zit hem gewoon als je één... hele grote looping hebt of zo, waar heel veel mensen crashen, dan gaan ze daar voortaan voor die ramp een beetje stilstaan. Omdat het niet lukt en irritant is. En dan kun je in principe de race al niet meer completen. Dus ik weet ook niet hoe we dat gaan doen met de video's. Mijn doel is om sowieso gewoon 3 races per video te doen. Gewoon 1 playlist. Zoals dit nou. Maar het kan zijn dat ik besluit om ze uiteindelijk op te knippen in losse video's. Omdat je soms gewoon een playlist hebt waarbij twee leuke races zijn en 1 race is gewoon helemaal verpest of zo. Dus, en I fucked up. God damn it. We hebben het over verpest. En ik sta laatste. What the fuck? What the fuck? Are you kidding me? Nice. Very nice. Zo ga je van eerste naar 12e. Welkom in GTA. Sowieso, deze transitions staan echt super... Oh, nee, ik miste bijna de checkpoint. Doe een gekke salto. En weer door. Oh, mijn god, daar hoor ik bonuspunten voor te krijgen. Daar hoor ik oprecht bonuspunten voor te krijgen. Dat was sick. Kijk, dat is een beetje het probleem bij non-contact. Want nou maak ik in principe al geen kans meer, hè. Als je contact hebt, dan heb je nog een klein beetje hoop dat mensen elkaar van de baan afbeuken. En dat ik nog een beetje terug kan komen. Maar we kijken zo meteen wel in de volgende race. Of wij contact doen of non-contact. Trouwens, weet je wat? Laat het even achter in de comments. Want ik ben wel benieuwd hoe jullie daar tegenover staan. Oh, boys. Oh, Angelo, what happened? Oh, ik sta 8e. What the fuck? Ik stond net 10e. Oké. Ik moet ook eigenlijk die entity pakken. Dat is eigenlijk wel de... Ja, dat is god tier. Oh, dit is... Was die stunt van net die ik verpestte. Ja, ik denk dat we bij de volgende race die entity gaan pakken. Dat is toch wel, dat brengt de herinneringen omhoog, of niet, jongens? Dat is de shit. En ik sta plotseling 7e. Ik denk dat meerdere mensen problemen hebben met... Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee. Ah nee, stop met doen! Oh, ik kan dat niet draaien in de lucht. Dat moet volgens mij met R1, maar ik heb de controls veranderd, dus ik doe dat nooit. No! Ah! ik moet het echt een keer proberen. Want ik weet dat dat standaard kruisje is volgens mij. Maar ik heb mijn controls ooit veranderd. Omdat ik dat heel irritant vond. Ik weet niet wat er iets was er. Ik weet niet wat het was. Maar ik heb ooit de controls veranderd. Dus volgens mij moet ik het met R1 doen. Maar ik heb het nooit getest. Dat moet ik echt een keer gaan doen. Want dat is zoveel beter. En... nee, ik sta nog 10e. Oh, als ik die ene stunt niet had verpest, dan had hij serieus een flinke comeback. Want ik denk dat we dan nog wel top 5 hadden kunnen worden. Want ik stond op dat moment 7. Ik ging snel, jongen. Ik ging snel. Wat is een onopvallende kleur? We gaan voor... Nee, we gaan niet van een onopvallende kleur. We gaan voor... Nee, ik wil de crew! Ik zweer het je, die countdown is zo snel. Dat is echt insane, jongen. Je hebt gewoon geen seconde om te kijken op het start al. Moet je nagaan, als ik in die korte tijd... mijn eigen auto moest kiezen. There is no way. Ik heb veel te veel auto's. Ik kan niet eens een auto kiezen. Volgens mij was dat de vorige keer toen wij races deden. Of was in de stream. Want ik iedere keer de adder kreeg. Omdat ik gewoon geen auto's kon kiezen. De game startte gewoon al te snel. Waardoor er gewoon geen tijd was voor mij. Om een keuze te maken. En dat is verschrikkelijk irritant. Ik had dat net ook.
Want ik startte net eigenlijk al de video en ik kon al niks kiezen. En de race startte al. En dat is zo lastig. In dat geval had ik ook nog niet eens de video gestart. Dus dat maakt het nog lastiger. En ik heb zo'n vermoeden dat Khalid deze race heeft gemaakt. Wat gaan we hier krijgen? Oh, ik weet niet waarom. Maar deze stunts, die vallen me ook vaak slecht, jongen. Vaak dan haal ik ze gewoon niet. Nou, haal ik hem wel netjes. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat ik die sprong gewoon letterlijk niet gehaald krijg. En dat is lullig. En... oh god. Ik wil geen stuntcamera. En weer terug. Moet je nagaan als dit geen... geen non-contact was. Ik wil zeggen geen custom. Het is ook geen custom. Maar non-contact. Holy shit. Dan was dat een hel daar, jongen. Hebben we het laatst in de stream ook over gehad. Dat GTA races tegenwoordig echt een kunst zijn. Hoe ze gemaakt zijn. Misschien dat ze soms wel echt gewoon niet meer leuk zijn. Omdat ze te gek zijn. En het is 90% RNG. Maar sommige dingen zijn echt zo bijzonder. Dat is echt knap. Het is gewoon knap hoe mensen het gemaakt krijgen. En oeh, dat was een hele nette sprong. Zaam, ik weet niet waar we heen moeten. Godverdomme, niemand wist waar we heen moeten. Iedereen heeft hem naar... waar moeten we heen? Wat is de bedoeling? Oh, ik moet hier tussen... kan ik hier doorheen? Nee. Waar moet ik heen? Hallo? Hallo? Ah, oké. Ik restart hem al even. Ik heb de checkpoint. What the fuck was dat? In... what the... oké. Nou, daar ga je dan van eerste naar laatste. Nee, ik was geen eerste. Maar, what the fuck? Serieus, what the fuck? Waar moest ik daarmee? Strange. Ik was volgens mij niet de enige die geen idee had wat we moesten doen, want iedereen zat er echt iets van, what the fuck? Oh, de comeback. Oh, de comeback. Woo! Nou ja, geen comeback. We staan nog steeds 13e. Please, jongens, faal. Oh, dit is een smalle buis. Damn. Wee. Ik vind die stuntcam altijd wel mooi, alleen het is zo verschrikkelijk irritant dat je niet weet waar je heen gaat. Nice. Ik weet ook niet of dit een lap race was of niet trouwens. Ik hoop stiekem van wel. Dan kan ik nog een beetje inlopen. Want 13e is niet geheel mijn planning. Je ziet één iemand ook ver vooraan rijden. Ik denk dat die wel wist dat hij net moest restarten. Maar het duurde net 20 minuten voordat ik het door had. Wij lopen sowieso al in. Kijk maar. Dit komt nog goed, jongens. Kijk. Dan komt het toch weer terug op de driving skill. Ah, en hier is al de finish. Are you kidding me? Nee. Waarom is deze... ah. De volgende race is een Panto race. Panto Polo. God bless. Nou ben ik oprecht wel benieuwd. Ja, waarom zou ik die andere pakken als deze sneller is? Ik hoop dat deze auto nou niet te laag is. Het zou nog eens best kunnen. Ik zie het gebeuren. Volgens mij is deze auto tenminste wel sneller. Kan goed zijn dat ik nou mezelf genaaid heb. Oh, ik ben niet de enige. Ik ben niet de enige met dit ding. Dat is al goed nieuws. Mooi. Ik zie wel iemand naast mij die een custom variant heeft. Die heb ik helaas niet. Dus misschien dat ding rete snel is. But only time will tell. Oh god. Oké. Ik heb de checkpoint gemist. Omdat iedereen maar de kant te beuken. Omdat ik in de buitenbocht zit. Nice. Juist. Oh, niet duwen. Oh god, waarom heb ik hier een contact race van gemaakt? Waarom? Ik wist niet dat dit was. Oké. Levensles, jongens, levensles. Het is alleen een beetje lastig als je de races dus nooit gespeeld hebt. Als ik een checkpoint heb, vind ik het prima. Maar in ieder geval... ah! Ik heb een checkpoint, I don't care. Het was even een hartverzakking momentje. Uh-oh. Was hier de bedoeling van? Oh nee, daar val je tussen. Oh god. Je kan het niet eens zien. Ik weet tenminste wel wat ik moet doen daar. Dat is gunstig. Dat is wel leuk gedaan. Oh, niet duwen. Niet duwen. Mag ik mee? Ah, ik mag mee. Yes, dank je.
mee met het ritje. Dit zijn wel leuke races, gij. Dit zijn hele vette races, maar dit had ik echt... Uh-oh. Dit had... Oh, oké, dat gaat nou niet, omdat iedereen te traag was. Dit had ik echt non-contact moeten doen. Dit is een gigantische fout die ik hier ben begaan. Oh. En... Oké, ik heb gevonden. Dit wordt mijn kryptonite. Hier ga ik continu falen. De hele tijd weer. Ik val er weer tussendoor! Is dit een grap? Is dit een flauwe grap? Zeg alsjeblieft dat ik hem nou wel kan halen. Please. Nope, nope. Mijn auto is te laag of zo. Ik kan dat niet. Ik kan er niet overheen. Wat? Ik zweer het je. Mijn auto kan er niet overheen. Wat is dit? Oprecht, wat is dit? Ik flikker de hele tijd tussen de laatste door. Hè? Oh my god. Mijn auto flikkerde de hele tijd tussen die laatste door. Hallo? Angelo? Mijn auto is te laag. Kijk maar. Oh. Oh. Ah! Deze auto is echt te laag. Deze auto is echt te laag. Het kan gewoon niet. Deze auto is te laag. Hoe dan? Come on. Come on. Come on! Oké, dankjewel voor dat, hè. Oké, we doen het op deze manier. Fuck dat. We kunnen daar niet recht overheen rijden, omdat deze auto gewoon te laag is. En dan ben ik de pineut. Oh, oh, oh. Ik durf niet achter me te kijken, maar ik ben bang dat ik dadelijk door iemand ergens afgeduwd ga worden. En dat is een gigantische angst. We staan momenteel vijfde, wat betekent dat we zometeen nog wel iets geks krijgen, waar heel veel mensen op gefaald zijn. En ik zometeen waarschijnlijk ook nog wel. Ha! Oké. We kunnen verder. We kunnen het avontuur vervolgen. Ik weet niet voor hoe lang. Ik zie daar een checkpoint in de verte. Ik hou mijn hart vast. Yeah. Got him. Ik weet wel... nee, geef gas. Come on. What the fuck. Dat ding ging onder mij uit. Je moet gas geven. Kijk maar, je moet gas geven. Je valt naar beneden. Maar een levensles voor de volgende keer. Pak de gewone panto. Die is hoger. Ja, deze is sneller. Maar je hebt toch niks aan snelheid op zo'n baan als dit. Zeg ik wel zo mooi. Maar hier had ik net wel dat ik echt gewoon het niet kon halen. Oké. En draaien met die hap. Gassen met die hap. Dit zijn wel echt leuke banen. Maar non-contact is a must. Oh. Hier linksaf, denk ik. Dan gaan we hier rechtdoor. En rechtsaf. Ik hoop niet dat dit een doolhof is, dat ik nou verkeerd draai. Dat zou ook nooit zijn. Mag je erdoor? Mag je door? Snel! Snel! Want er komen mensen achter me aan. Ik wil heel snel weg hier. Ik wil nou niet falen. Het probleem is ook, als er mensen achter je zitten, dan kunnen ze net dat vieze tikje uitdelen, waardoor je naar beneden dondert en dan alles opnieuw mag doen. Nummer 5 is zojuist gefinished. Ik kan hier niet... Hallo, auto. Ik kom niet overheen. Help. De nummer 5 is gefinished, dus nou is het dan... You kidding me? Come on. Help mij. 3, 2, 1. En gas. Yes, nou kan ik er wel overheen. God bless. Wee. Oh, ik moet naar achteren. En ik moet naar voren. Oh god. Oh god. Oh god. Oké, de finish is hier. Goed zo. Mijn auto wilde er niet overheen, want die te laag was. Ik, nee, don't you dare. Oké. Ja, lang verhaal kort. Eerste ding wat we moeten doen is, we nemen volgende keer de volgende panto. Want er zijn meer races als dit. Dus we pakken de gewone panto. En we doen non-contact. Twee regels voor de volgende keer. Kijk, hij kan er niet overheen. Ik had exact hetzelfde probleem. Je moet er van de zijkant oprijden. Dat is de enige oplossing. Ik heb daar zo lang vastgezeten. You don't know.